Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de wolkenfoto op het moment weinig bewolking boven ons land, maar in het zuiden ligt meer bewolking. Vanochtend schijnt de zon geregeld tussen de wolken door en het wordt al snel warm, zo'n 24, 25 graden. En er staat niet al te veel wind vanuit het oosten, hooguit windkracht 3. Maar aan het einde van de ochtend en vanmiddag trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. En daarbij is kans op hagel en windstoten tot 90 km per uur. Voor de buien uit wordt het nog zomers warm met 28 graden. Vanavond vallen nog een paar buien en koelt het af naar 22, 23 graden en de wind draait naar het zuiden. En morgen dan blijft het in het westen en midden van het land overwegend droog en schijnt de zon geregeld, maar in het oosten kan nog een enkele bui vallen. De wind draait naar het westen en is matig rond kracht 4. Dan hebben we volgende week licht wisselvallig zomerweer met elke dag kans op een bui. Maar er is een mix van zon en wolken en met 24 graden is het aangenaam warm. Dit is Diane Woei van Weerplaza.nl.